vind het gewoon heel spannend. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Dus dat het niet meer hoofd en lichaam is. Dit is nou zo'n verhaal wat mensen van nature aan zichzelf vertellen. Ik ben niet goed genoeg. Don't tell me we can go. En super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Weer een nieuwe weekvlog heb ik voor je. Ik ga je weer meenemen deze week. En voor diegenen die nieuw zijn op mijn kanaal, mijn naam is Saartje. En iedere zondag komt er dus een weekvlog online. Iedere zondag om 7 uur. En iedere donderdag heb ik om 4 uur een extra video voor jullie. Het is vandaag dus maandag. Ik heb mijn haar net gekruld. Ik dacht, daar heb ik wel weer eens een keer zin in om dat te doen. En iedere keer als ik dat dan gedaan heb, denk ik, dit is zo bokkenwerk. Maar goed. Ik vind het wel heel erg leuk staan weer. Ik ga nu lekker ontbijten en daarna ga ik denk ik een video opnemen. Ik denk of een story, ja sowieso een storytime. Ik denk mijn ervaring met de pil. Of een andere storytime, ik moet even kijken. Maar ik denk mijn ervaring met de pil, want dat vind ik wel interessant om op te nemen. Ik ben nu inmiddels een jaar gestopt met de pil en ik merk echt super veel veranderingen in mijn lichaam. En dat is misschien wel interessant om daar dus een video over op te nemen. En ik dacht, morgen heb ik therapie. Dan heb ik de eerste EMDR-sessie. Dus die is waarschijnlijk best wel pittig. De dag daarna heb ik een afspraak met de nieuwe hapnotherapeut. Of haptonoom is dat dan. Voor hapnotherapie. Dus ja, dat zal ook best pittig vallen. Even snel mijn outfit. Niet heel bijzonder. Gewoon heerlijk casual. Met deze lekkere warme cozy trui. Die ik bij de TK Maxx kocht. Oh, ik vind die kleur zo mooi. Het is echt super. Super mooie kleur. En heerlijk zacht is die. Er is wel wat aan de korte kant, zoals je ook kunt zien. Want ik heb een best wel hoge broek aan. Maar ja, ik vind hem wel super leuk. Deze broek, die is echt irritant. Die kruipt heel in je kruis. Kennen jullie dat? Oh, super irritant. Maar oké. Voor thuis, heerlijk comfy sloffen aan. En ik kwam er trouwens achter dat die broek kun je alleen maar met de hand wassen. Dus ja, daarom hangt hij daar. Eens even kijken hoe ik dat voor elkaar ga krijgen. Zo, de video is opgenomen. Lekker met een kopje thee erbij. Dit is de, hoe heet het? Maar, hoe heet die nou ook weer? Bob Ross mok. Al zien we het nu niet. Maar als er kokend heet water ingaat, dan verschijnt Bob Ross. Met zijn tekst, happy little trees everywhere. Die is wel leuk. En ik vind mijn haar echt super leuk eigenlijk zo. Gewoon lekker wat slag erin onder. Ja. Gewoon even wat anders of zo. Ik even mijn camera opladen, want die is alweer leeg. En zo even boodschappen doen. Ik heb het idee dat het al 5 uur is, omdat het zo grauw weer is. Maar het is pas 3 uur. Dus ik kan even mooi, denk ik, bestanden gaan importeren. En even boodschappen doen. Zo, ik zit lekker in mijn PJ's op de bank. Want we hebben net gesport. Dan heb ik lekker gedoucht. En nou zijn we tv aan het kijken. En een gezonde snack erbij. Today is the day. En ik ben best een beetje zenuwachtig, moet ik eerlijk toegeven. Want ja, vandaag is dus de eerste echte EMDR sessie. En ja, ik weet niet. Ik ben gewoon zo bang dat ik alles niet super goed kan herinneren. Of dat het gewoon niet gaat zoals het moet gaan. Of ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon heel spannend. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En op zich is het wel lekker weer. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker fietsen erheen. Mijn hoofd een beetje leeg maken. En ja, dat is ook wel fijn. Het is een half uurtje fietsen, dus dat is ook prima te doen. Dan heb ik ook weer beweging gehad. Dus dat is allemaal wel lekker. Ik ben weer thuis en van de EMDR-sessie dus. Het is me in principe wel meegevallen. Ik had verwacht dat er meer emoties of zo naar boven zouden komen. Nu is het natuurlijk altijd wel emotioneel, maar ja, het viel me gewoon mee of zo.
Wat er eigenlijk gebeurt, misschien ook wel voor diegenen die niet weten wat het precies is, wat er nou gebeurt. Je gaat terugdenken aan die herinnering. Vervolgens zegt zij van oké, en wat is uit die herinnering nou het pijnlijkste moment? Dus het moment waar de meeste emotie in zit. Dus waar je het boost over bent, of het verdrietigst, of ja, noem het maar op. Of ja, heel veel slechte emoties heb je niet, maar oké. Dus vaak boos of verdrietig. En dan moet je daar dus aan denken en dat een cijfer geven. Dus je sluit je ogen, je gaat naar dat gevoel toe. En dan vraagt ze, wat voor cijfer geef je dat gevoel? Nou, in mijn geval was dat een 7 of een 8 in het begin. Dan moet je dus, dan doe je ogen weer open. Vervolgens moet je haar vingers gaan volgen. Wat ze gaat doen is, ze gaat heel snel, gaat ze zo van links naar rechts. En jij moet dan zeg maar zo haar vingers volgen. En aan die herinnering denken. En dat is heel lastig tegelijkertijd. Omdat je wil op een van de twee focussen, zeg maar. Dus soms dan lukt het niet meer om die vingers te volgen. Of dan lukt het niet meer om eraan te denken. En op die manier vervaagt het eigenlijk. Of niet vervaagt het, maar dan wordt verzacht de emotie, zeg maar. En dat zo eigenlijk een paar keer. Dus iedere keer denk je eraan. Wat voor emotie komt erop? En dan denk je daaraan en dat, aan die emotie. En dat gevoel of wat er maar opkomt. En dan ga je dus die vingers volgen. En daarna ga je dan dus eigenlijk, zegt ze van oké, wat zou je dus in die situatie wel kunnen denken? Ik dacht bijvoorbeeld van oké, ik ben het niet waard. Of ik ben niet leuk genoeg. En die ga je dan eigenlijk omzetten in gedachten als ik ben het wel waard. Ik kan hier niks aan doen. Maar eigenlijk niet zozeer ik kan hier niks aan doen. Maar eigenlijk meer gevoels. Meer gevoelsemoties. Dus ik ben het waard. Ik ben wel leuk. Ik mag er zijn. Dat ga je dan ook indenken. En dan gaat zij weer met haar handen bewegen. En op die manier wordt eigenlijk een beetje die herinnering overschreven, zeg maar. Zoals de computer ook dingen overschrijft. Dat is eigenlijk hetzelfde een beetje. Dus dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja, daarna heb je knalende koppijn. Nee, dat hoort erbij. Maar het helpt wel. Ik merk wel dat het, die herinnering specifiek, zeg maar, dat daarvan het gevoel verminderd is. Ik merk nog wel dat het niet overal verminderd is. Maar die herinnering specifiek wel. Ja, en dan gaan we kijken of we volgende week verder kunnen met een nieuwe herinnering. Of hoe ik er dan in sta. Het is wel echt vermoeiend hoor, want ik ben echt weer gesloopt, merk ik. Maar goed, als het goed is, moet dat 1 of 2 dagen duren en daarna dan zakt dat zeg maar een beetje. Hey, goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ja, ik moest even kijken op mijn laptop. En ik ben net bij de haptotherapeut geweest voor het eerst. En dat is me eigenlijk wel goed bevallen. Ik weet niet, ik merk dat ik al gelijk een stuk bewuster ben van mijn lichaam. Dus dat het niet meer hoofd en lichaam is, maar meer wat al meer één geheel is, zeg maar. En over 2 weken heb ik de volgende afspraak. Gewoon 1 keer in de 2 weken om zo alles te laten bezinken. En omdat ik ook EMDR-therapie heb, dat alles niet te heftig wordt. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft eigenlijk uitgelegd wat ze doet. En dat haptotherapie toch wel heel erg, eigenlijk alleen maar te maken heeft met voelen. Voelen wat we, dus je kunt het eigenlijk een soort mindfulness ook wel noemen, zeg maar. Dus je voelt echt, je bent heel bewust bezig met wat je voelt. Dus als ik mijn hand aanraak, dan ben je dus op dat moment heel bewust bezig met het voelen van die aanraking. Is mijn andere hand warm, koud, wat doet het? Daar ben je dus eigenlijk mee bezig. En op die manier kom je gewoon steeds meer in je eigen lichaam ook. En voel je ook van, geeft je lichaam eigenlijk ook wel signalen aan van of je dingen wel of niet prettig vindt. Enzovoort. En uiteindelijk is het doel dan dat je ook kunt aangeven dat je iets wel of niet prettig vindt. Dus dat je hoofd en je lichaam wat meer af zijn gestemd met elkaar. Dus niet dat je lichaam aangeeft van, ik vind tien keer niks. En dat je hoofd dus zegt van, doe maar, want dan ben ik er vanaf.
Ik ga even de video bewerken die donderdag online komt te staan. Dus mijn ervaring met de pil. En ja, verder boodschappen doen. Niet veel op de planning. Gelukkig. In de wachtrij voor Ramsteinkaartjes. Ik hoop dat ik ze kan bemachtigen. 2 staanplaatsen. Die gaan denk ik echt rete hard. Het is echt rete duur ook. Oh my god. Maar it's all worth it. Dat is echt mijn dikste, vetste concert ooit namelijk. Dus kijken of het lukt. Oké, tot zover dus de tickets voor Ramstein die ik niet heb kunnen bemachtigen. Omdat Eventim denkt dat het slim is om werkelijk waar alle tickets van Ramstein door heel Europa in de verkoop te doen. Dus op alle sites van Eventim. Nou, echt werkelijk waar. Echt het domste idee ever van ze. Ik heb echt een uur in de wachtrij gestaan. Ik heb geen tickets meer in Nederland. Ik ga op andere sites kijken, constant. Dan kom ik er doorheen en dan krijg ik gewoon een witte pagina bij het afrekenen. En dat had ik dus ook al een paar keer bij de staanplaatsen. Hoe fucked up is dat? Echt, ik ben echt pist. Wat een slechte service. Ik kan gewoon geen kaarten bemachtigen omdat mijn site dus iedere keer vastloopt. Omdat hij het gewoon niet doet. Zowel op de laptop niet als op de mobiel niet. Ik baal er echt van. Ik vind het echt kut. Maar oké, ik heb het opgegeven. Ik ben er klaar mee. Het werkt gewoon niet bij mij of zo. Vet grappig. Ik heb dit kinetische zand besteld. Zo. Dit kinetische zand besteld op AliExpress en het is nou binnen. En volgens mij was de douane wel benieuwd wat erin zat. Kan ik me ergens ook wel voorstellen. Aangezien de hele verpakking open al was en dit was ook al open. Ik ben blij dat het aan is gekomen. En hier wil ik ook weer een ASMR video mee opnemen. Het tweede verhaal is namelijk dat je niet goed genoeg bent. En dat je moet veranderen. En dat is nou typisch zo'n verhaal wat je misschien je hele leven al gelooft. En dat je op allerlei manieren bezig bent om te bewijzen dat je wel goed genoeg bent. Door extra hard je best te doen. Ja, of dat je door geen fouten bent te willen geboren maken. En dat je daar je hele leven over mag doen. Of kan zelfs elf zonden en allemaal dat soort dingen. Kan ook nog. Ja. Er kan heel veel religieuze lading inderdaad op zitten. En dit is nou zo'n verhaal wat mensen van nature aan zichzelf vertellen. Ik ben niet goed genoeg. Omdat ze dat leren ergens in die eerste jaren als die babyfase voorbij is. Op basis van schrammetjes die ze dan oplopen. En dan blijf je die zelfafwijzing die erin zit, blijf je vervolgens tegen jezelf verkondigen. En dus de vraag is nu ook voor vanavond, ben je bereid om ook van dat verhaal afscheid te nemen? Ja, van het verhaal dat je niet goed genoeg bent. Niet goed genoeg bent. Want je bent gewoon wie je bent en daar gaan we het gewoon mee doen. En dat is goed in essentie. Dus kijk, weet je, als je al zo lang herhalend een ander verhaal hebt gehoord, dan heeft het ook zin om herhalend nu een nieuw verhaal te horen. Ja. Schrijf even mee. De eerste. Wat ik geloof is gebaseerd op verhalen. Niet per se op de waarheid, niet omdat het zo is, maar omdat het een verhaal is wat je over jezelf vertelt. En meestal is dat geen positief verhaal. Wat ik geloof is gebaseerd op verhalen. En dan de tweede. Wat ik geloof over mijzelf is meestal niet waar. Wat ik geloof over mezelf is interessant, hè? Moet je even goed naar deze zin kijken. Wat ik geloof over mezelf is meestal niet waar. Als je meer aan zelfonderzoek gaat doen, meer die gedachten echt gaat bevragen, is dit wel echt waar? Weet ik heel erg zeker dat dit waar is. Ga je ontdekken dat er een klein beetje ruimte zit in dat verhaal en zie daar ook weer je groeimogelijkheden. Ik ben bereid om te leren. En in dat leren, daar zit het mooie van het woord leren, is dat het dus niet vandaag hoeft te lukken. Het is niet zo dat dit af moet zijn. Sterker nog, dat betekent dat fouten maken onderdeel is van het proces geworden. Ja, dat hoort erbij. Je kan niet anders. Exact. Het kan zelfs leuk worden dan zelfs. Want je bent bereid om te leren. En het leren is een heel actief, activerend woord, waarin je heel veel toestemming hebt om het niet perfect te doen. Ik geloof vanaf nu dat ik meer dan goed genoeg ben. Schrijf het voor jezelf op. Ik geloof vanaf nu dat ik meer dan goed genoeg ben. En let hier ook even goed op de zin. Dat is vind ik een slimme zin. Je zou kunnen zeggen, ik geloof dat ik goed genoeg ben. En dan zou je nog kunnen zeggen, misschien ook wel, eigenlijk ook wel, maar meer dan goed genoeg. Ik geloof dat ik meer dan goed genoeg ben. Zonder dat het dan weer perfect hoeft te zijn. Het helpt, ik heb dit thuis op de spiegel staan.
Ja, ik geloof dat ik meer dan goed genoeg ben. Gewoon dat het elke dag even gezien wordt. Niet alleen leuk, door mij, maar een keertje bij jou plassen. Dat is leuk. Ja, dat is toch mooi. Dat is hartstikke goed. Weet je, het is namelijk niet waar dat je niet goed genoeg bent. Het is niet waar dat je heel erg moet veranderen om wel goed te zijn. Het is het feit dat je er bent, is goed genoeg. En daardoor kan het helpen om het nieuwe verhaal in te gaan trainen. We zijn weer thuis en ik ga iets koken. We eten groentesoep en wraps. David wil graag een wrap met kipfilet en kipcurry. En ik eet met hummus, moes en paprika. Dus die ga ik even klaarmaken. We hebben lekker ontbeten in de stad bij Yoghurt Barn. En daarna zijn we gaan weer door de stad gelopen. Volgens mij. Bij Solo geweest, is wat bier ook gekocht. En bij de Kruidvat ook douche gekocht. Eigenlijk niet. Ja, boeiende dingen of zo. We hebben boodschappen gedaan en nu zijn we thuis. Het is nu 5 uur. Dus kijken wat we vanavond doen. Of we iets gaan doen. Gewoon lekker bank hangen, Netflix, chill. Het is echt herfst weer buiten. Regent, het kijkt grauw. En het is 13 graden. Ik lig lekker in bed. En het is al kei laat. Het is al 3:15. Maar oké, maakt niet uit. Het is zondag. En ik ga nou lekker de Sinner kijken. Want seizoen 2 is eindelijk uit. Yes. En ik heb al was gedaan. En ik zie er echt brak uit. Vandaar dat het beeld denk ik leuker is om te zien. Maar zo benieuwd. Zo, lekker gedoucht. En wij gaan nu richting de sauna. Dat we zin in. Dus we gaan lekker een avondje sauna pakken. Spullen in de tas. Je bent ook klaar volgens mij. Ik ben helemaal klaar. Die uit... Let's go! Het is een paar dagen later, maar ik wil de vlog toch nog even afsluiten. Want dat was ik helemaal vergeten na de sauna. We hebben heerlijk genoten in de sauna. We waren nog nooit bij die sauna geweest, maar het was wel echt super relaxed. Best een grote sauna. We wisten eigenlijk helemaal niet dat die in de buurt zat. Of dan dat er zo'n grote sauna in de buurt zat. Normaal gaan we altijd naar een kleinere. Maar goed, dit is dus iets om te onthouden voor de volgende keer. Zeker een aanrader. Hij zit in Geldrop voor mensen die uit de buurt komen of zo. Maar goed, ik wil toch natuurlijk even de vlog afsluiten. Ik wil je natuurlijk weer hartelijk bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik vind het echt super leuk al jullie comments te lezen onder mijn weekvlogs en al jullie reacties. Ik vind het echt, daar kijk ik ook echt gewoon naar uit. Jullie kijken misschien uit naar een nieuwe weekvlog. Ik kijk echt uit naar jullie reacties. Ik vind het altijd zo lief, zo hartverwarmend, zo steunend, zo...
Ja, ik kan het echt niet vaak genoeg eigenlijk zeggen om jullie daarvoor te bedanken. Maar het doet me echt zoveel goeds in deze periode momenteel. Dus echt. Dus ik wil jullie daar wel even echt hartelijk voor bedanken. Dankjewel. En ik zie je natuurlijk heel graag weer volgende week bij een nieuwe weekvlog. Of donderdag bij een nieuwe video. Dat kan natuurlijk ook. Mocht je mijn video nou leuk vinden, vergeet dan niet te abonneren en te liken. En dan zie ik je heel erg graag volgende week weer terug. Bye bye!